We zijn vandaag in Amsterdam en hier uh, refurbishen wij laptops voor alle sociale doelgroepen in Nederland. Dat doen we omdat we een circulair bedrijf willen zijn, we willen materialen besparen. Een Chromebook heeft een Chrome OS Operation System zoals dat heet, dat is gelinkt aan het internet. Chromebooks worden vaak daarom ook gebruikt door scholen en studenten, want dan kun je makkelijk bij de leerstof. Maar na de studie, dan krijgen die een Chromebook waar ze ook niet zoveel meer mee kunnen. Dus uiteindelijk zie je een hele grote stroom afval. Sommige defecten kun je redelijk van tevoren al voorspellen. Als die opladerpoort het niet meer doet, dan kan je de batterij niet meer opladen... ...en kan je dus ook je laptop op een gegeven moment helemaal niet meer gebruiken. Vaak zie je dat als deze het niet meer doet, dat mensen ervan uitgaan dat de accu het niet meer doet... ...of dat de laptop het helemaal niet meer doet. Terwijl, vaak ligt het alleen maar aan dit ene kleine kabeltje. En dat ene kleine kabeltje, dat kost misschien vijf minuten en een paar euro om te vervangen. En dan heb je dus eigenlijk de hele laptop weer gered. Uh, waarmee je eigenlijk voorkomt dat hij uh, op de vuilnisbelt uh, terechtkomt. We zijn er heel trots op wat we gedaan hebben. Ik hoop dat veel mensen ons voorbeeld zullen volgen en de circulaire wereld een nieuwe impuls kunnen geven. Soms zijn hele kleine dingen maatgevend en maakt een grote impact. En dan hopen we ook dat jullie dat ook gaan doen.